abonneer en dat je die nieuwe meldingen zullen noemen in de interview van Ima Online, man. Is je boy Jurgen Boerleider hier zo. Jullie kennen me van On The Table of JB Sportmassage, Gouden Handen. Misschien kennen jullie mijn volgende gast van filmpje nummer 1. Weet je wat er gebeurt? Ik zei dit, je moet ik aan hier komen terug op de hele dag toe hoesten. Kijk wat er gebeurt. Wat je bent bang voor die corona nog, buur, man? Ik zei alleen, je moeder kan hier komen. Je loopt de hele dag toe hoesten. Je moet uit die osten, man. Hé, doe maar als je dit plek van de hele tijd gaat schaamden. Waarom zo? Filmpje nummer 2. Kijk op mijn papa, gaat hij niet met mijn kind weg? Een koude mooie. Godja! Kom hier, man! Dat heb ik die jongen ook nog meegemaakt, gelul! Wat is dit voor stroterij? Het is corona, ik heb je gezegd! Je moet thuis blijven, man! Kijk, en stel jezelf voor, man. Gaat je get paid in the building, man, bro, man. Ten eerste bedankt dat ik hier bij jou ben, man. Sowieso, man. Je hebt die gouden handen, dus ik moet even kijken wat er dan. Want ik ben hier veilig gegaan, man. Maar, nou, Goudje, 32 jaar, geboren en getogen. Ja, Amsterdam. Entertainment, comedian. En een en al broeia gewoon, man, bro, man. Broeia gewoon, gezeik. Ja. Ik ga vandaag Goudje zijn rug behandelen. Mm-hmm. Sowieso zijn nekspieren, die trapeetjes, belangrijke spieren. Mensen die vaak kampen met hoofdpijnklachten, zit het hier in die nekspier waar bij deze man, waar ik nu vast heb, zit het altijd vast. Dus dit keer ga ik dit ook gewoon behandelen bij hem. Die nek hier zo, en dan een beetje van die schouder, die latissimus dorsi, die schouderspier, en dan zo gaan we verder gaan, man. Let's go, waar is het begonnen? Precies. Met die filmpjes? Ja, met alles, met alles. Zo, dat moeten we echt ver terug gaan, man. Met filmpjes, dat was gewoon... Ja, dat was gewoon gekke werk, man. Ik, mm-hmm. ik wist gewoon niet op een bepaald moment van, oké, dat is wat ik nu doe. Ja. Dus voor die filmpjes, hè, dus van, sta ik hier nog wel achter, dat was criminaliteit en dat soort dingen. Ja, ja, ja. En, ja, op een gegeven moment word je ook volwassener in je dingen. Ik zeg niet dat volwassene mensen opeens geen criminaliteit meer doen. Dat zeg ik totaal niet. Maar voor mezelf was het een keuze om iets te gaan veranderen, maar om te gaan switchen. Oké. En dat heb ik gewoon gedaan, man. Ik heb gewoon een filmpje eruit gegooid, een funny sketch. Mm-hmm. Ja, het is gewoon gaan lopen, man. Nee, toch, het is... hard werken sowieso. Ja. En ook geloof, begrijp je? Mm-hmm. Dus En waarom zeg je geloof? Ja, kijk, met geloof dan bedoel ik niet de kerk en God en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Het is gewoon echt geloof in mezelf, je weet toch? Mm-hmm. Bijvoorbeeld als mensen zeggen, ja, als je hard werkt, kom je er wel in. Als je ergens in gelooft. Klopt. Voor hard werken, dan ga je bereiken wat je wil. En je weet toch, dat standaard cliché eigenlijk. Gewoon wat mensen altijd zeggen. Maar toen dacht ik voor mezelf, weet je wat? Ik ga kijken of het ook bij mij werkt. Juist. En ik heb gezien, als je in jezelf gelooft, dan ga je wel de dingen bereiken die je wilt doen. Kijk, ik kan nu niet zeggen van, ja, ik ben 32 jaar, ik wil nu bij Barcelona gaan voetballen of zo, begrijp je? Klopt. Kijk, dan, ja, iedereen mag natuurlijk dat dromen en dat denken, maar dat is niet... Als het lukt. Ja, maar dat is geen realiteit, zeg maar. Je weet toch? Ja. Maar gewoon je hobby's of je werk of wat je wilt gaan doen, daar kan je verder komen. En zo dacht ik het voor mijzelf ook van, oké, weet je wat? Ik hoor altijd van, je bent echt fatsoen, man, dit, dat, je laat mensen lachen. Juist, ja. Je bent clown sinds vroeger. En toen dacht ik van, ja, dan gaan we het gewoon daar houden, man. En toen begonnen we gewoon met funny sketches, man. Oké. Dat is gekke werk. Die eerste van die sketch was die Bami en die Mackie. Ja, dus dat was die. Dus eigenlijk is het niet de eerste. Maar dat was de eerste dat het net echt had geraakt, gewoon. Je weet toch? Die deur ging open nu voor Goudje, je weet toch? Ja. Want daarvoor had ik ook al een paar die gingen echt lopen, maar gewoon echt breed. Dat was die Goudje. Dat Nederlandje leerde kennen eigenlijk. Ja, die Mac Bami was dat, man. Die Mac Bami. Ja, man, dat was Mac Bami, man. Ai, ai, die ging echt gekke werk, man. Maar hoeveel filmpjes heb je tot nu toe eruit gegooid?
Ik denk dat ik er nu... Online heb ik er sowieso een stuk of 40 staan. Mm-hmm. Maar ik heb er nog een paar in de dash gewoon. In de dash die nog eruit moeten komen? Die nog eruit moeten komen. Dus een stuk of 50 of zoiets, man. Oké. Okay. En ook heel veel dingen die ik niet heb gepost, omdat waarschijnlijk dat niet het moment is. Dus, om hem eruit te gooien? Om hem eruit te gooien. Dus, en dan gaat de tijd voorbij, want het heeft dan met die tijd te maken, zeg maar. Ja. Je weet toch? Ja. Want maar... ik had ook een filmpje gemaakt over die politieke gedoe in Suriname. Ja? Maar ja, dat is nu al voorbij, zeg maar. Je weet toch, dus dan ga je dat niet meer gooien. Nee, klopt, omdat het geen nut meer heeft. Ja, juist. Ja. Dus dat soort filmpjes hebben we ook nog. Maar die short movies, ik heb ze zelf ook gezien. Mm-hmm. Elke keer wanneer je hem... Trouwens, ik heb geabonneerd. Ja, dus toch? Bij deze abonneer ook gewoon, want ik weet jullie te vinden. Want ik zie precies wie abonneert, dus maak je niet druk, komt goed. Maar die short movies van je, mm-hmm. Ik volg ze. Je gaf ook, zijn het echt gewoon echte verhalen van mensen? Dat zijn wel verhalen van mensen, ja. Bij die short movies die je naspeelt? Ja, dat zijn gewoon echt verhalen van mensen. Mm-hmm. Die, kijk, de eerste die ik had gemaakt, dat was... met mijn zoontje. Mm-hmm. Ja. En dat is gewoon wat ik heb gehoord van mijn matties, gewoon wat hun hebben meegemaakt. Is ook gewoon waar gebeurd, maar klopt. Op een gegeven moment kreeg het een positieve wending. En mensen gingen hun story gewoon naar ons e-mailen, zeg maar. Juist. Je weet toch? En dan ja, op een gegeven moment ga je met je team sparren van wat gaan we doen. Ja. Komt het je bekend voor? Zijn er familieleden die dat hebben meegemaakt? En veel reacties op gehad? Ja, dat wel hoor. Eigenlijk op alles. Van mensen hebben het ook echt meegemaakt. Gewoon die je gewoon niet kent. En dan lees je het. En dan is het gewoon van zo. Je weet toch, die dingen zijn zo dichtbij. Je weet toch? Ja, dat het nog echt kan gebeuren ook nog. Juist. Yes, dus, en dat verfilmen we, man. Maar raakt het je ook? Dat die dingen gewoon gebeuren? Op het moment dat we met iemand in gesprek gaan. Ja? En praten over wat hij heeft meegemaakt. Ja? Dan sta je wel versteld ervan, begrijp je? Dus, maar ja, ik ben dan... wel een professioneel in dat, want ja, kijk, als ik het met emotie ga schieten, ja? Dan ga ik het nooit voor elkaar krijgen. Oké, nee, dat is waar, man. Ja, toch, dan ga ik het nooit voor elkaar krijgen, dus ik zet het daarna opzij. Ja. En ja, en dan is het gewoon eigenlijk knallen gewoon, want ja, wij verfilmen gewoon wat jij eigenlijk hebt meegemaakt. Mm-hmm. En het is dan niet precies hetzelfde, maar het is wel echt een kant dat je jezelf gaat herkennen terug erin. Juist, ja. Mm-hmm. Ja, dat mensen in principe ervan kunnen leren eigenlijk ook. Ja, klopt. Okay. Om bepaalde keuzes te maken en ja. Wat wel en niet te doen. Okay. Je gaf in het begin al een beetje aan over die crime life. Ja. Dat je makkelijk kon kiezen. En geloof, weet je. Ja. Van dat je echt in jezelf moest gaan geloven. Maar als je kijkt naar die crime life, toch? Ja. Je was er een klein beetje ook weer in. Een paar dingen gedaan hier en daar. Mm-hmm. Denk je dat je er uit hebt geleerd? Want zeg daarna moet je iets. Ja, natuurlijk. Dan moet hij zeg maar zeker wat. Dat is mijn moeder, man. Dat is bijna van mijn moeder. Bijna van je moeder? Ja. Shout out naar Moetie, man. Ja, echt. Man. Dat is mijn Moetie, man. Ja. Voor die naar Moetie? Als ik heel eerlijk moet zijn, Moetie, dat is gewoon... Mijn moeder heeft 6 broers. Mm-hmm. En ja, zij is de oudste dan van die 6 van die 6 broers. Ja. En nog een zusje heeft ze ook. Dus ja, iedereen noemde haar Amuti. En dat is gewoon altijd gebleven, man. Dus zij was gewoon in Suriname is ze de oudste. Ja. Van de kinderen, van mijn opa en oma. Mm-hmm. En ja, ik heb eigenlijk nooit echt diep gevraagd aan mijn moeder van oké, Moeti, je weet toch, omdat ja. Vanaf baby is het al gewoon Moetie. Ja. Dus dat helemaal. Maar hoe je het zegt, ik moet dat eigenlijk wel weten. Maar wie de eer. Waarschijnlijk mijn opa of mijn oma hebben die naam gegeven. Ja, gegeven, je weet, ja. Ja, maar om terug te komen op die crime life. Ja. Je hebt haar eigenlijk ook een beetje problemen gebracht. Ja, zij heeft heel veel problemen doorgaat ook. Mm-hmm. Zij heeft. Ja. Het is gewoon. Het is crime life, dus mijn moeder de deuren zijn ook ingetrapt, begrijp je, ja, door ja. Politie. En af en toe krijgen ze ook, vroeger kregen ze ook belletjes van, hé, pas op met je zoon, dit en dat, je weet toch? Ja. Dus ja, daar is dan weer die verdriet ook. Maar ik denk het meeste
wat haar pijn is, dat pijn deed, is gewoon die invallen in het huis gewoon steeds. Constant. Constant gewoon. En al ben ik er niet soms. En dat is het. Op een gegeven moment ben je een harde kern. En dan heb je echt niks gedaan, maar dan komen ze alsnog. Ja, ja. Begrijp je? Omdat ze dan gewoon denken van ja, jij bent het ook. Maar ik denk dat het ook komt doordat mensen je naam eigenlijk zomaar gingen noemen. Ja, omdat... Misschien een voorbeeld op te noemen. Je was waarschijnlijk in Vlissingen. Mm-hmm. Een avond. En de politie was voor je deur. Je moeder Moetie, ja, maakt de deur open. En de politie ziet het gewoon. Ze ziet politie en ze vragen naar jou. Maar jij was er niet. Ja, klopt. Maar heeft dat te maken met foute vrienden die je naam noemen? Of eigenlijk gewoon een lastige situatie, om zo te zeggen? Ik denk dat het lastige situaties zijn. Kijk, vrienden niet. Mijn moeder had daar echt nooit... Zij heeft een eigen een denkwijze daarvan gemaakt. Begrijp je? Ja. Ik denk dat het niet vrienden zijn. Ik kan ze dat niet zeggen. Want kijk... mijn filmpjes geven aan dat ik eigenlijk... recht voor mijn raap ben. Ik zeg wat ik denk. Yes, ja. Ik ken geen schaamte. Ja. En zo ben ik al sinds kleine jongen. Begrijp je? Dus het was nooit zo dat er leiders zeg maar over mij waren. Of als iedereen zei van... Of iemand zei van we gaan naar links. Mm-hmm. Dat ik daar maar ging volgen. Begrijp je? Ja, dus ja. Ik zou het niet op vrienden zetten. Want ik was meer van ik ben aanwezig. En ja, als je aanwezig bent dan... Als je in die spotlight staat, ja. Ja, dan ben jij eigenlijk juist diegene die... Je weet toch? Dus... Daar heeft ze een verkeerde ding. Ik denk meer dat het gewoon namen noemen is. Van, ja, jullie weten toch allemaal wie hij is. Hij heeft het ook gewoon gedaan. Ja. Dus ik denk dat het meer is, man. Dus mijn naam werd gewoon eigenlijk genoemd. Gewoon ook echt ook die situatie. Dat je dat weet is wel grappig. Want ik was gewoon helemaal niet in de buurt. Helemaal niet. En mijn moeder kon gewoon aantonen van, hè, hoe dan? Hij is alle week daar. Ja. Dus ja, dat gebeurde ook wel eens, man. Oké. Maar op een gegeven moment ben je ook gewoon gestopt. Je moeder heeft je ook weer bedreigd van... Ik ga je naar de laatste keer. Ja. Maar heeft dat ook wel wat met je gedaan? Dat ze echt zei van, dit is de laatste keer dat ik kom? Ja, maar dat zei ze vooral omdat ik toen jong was. Begrijp je? Dat was meer van... Ja, kijk, weet je... Ze ging dreigen met dat soort dingen, want ik was jong, 14, 15, 16. Ja. En ja, dat is gewoon sowieso niet dope om mee te maken als moeder zijnde. En je kind moet je opzoeken in de bias. Juist, ja. Dus ze kwam vaak met dreigementen, maar ja, toen stopte het niet. Het stopte toen niet, want ja, ik ben ik denk nu pas 5 jaar gestopt, zo 6 jaar dus. Mm-hmm. Eigenlijk gewoon stabieler gaan leven? Ja. Ja? En, ik heb geen spijt van die crime, je weet toch? Dus mijn moeder probeerde me wel te helpen om te zeggen stoppen mee. Maar als ik was gestopt, dan zouden de bepaalde situaties heel anders zijn dan nu. Juist. Dus ik denk dat het me echt heeft gemaakt zoals ik nu ben. Ja. En Want je was bijna naar Suga Post. Ja, begrijp je? op een gegeven moment, dan ga je dat horen, maar dat... Ik weet, mama kan me posten op dat moment, dan heb ik niks te vertellen. Ja, klopt. Maar het is nooit zo ver gekomen, want toen hield ik me rustig natuurlijk, joh, die dreigement van je moeder. Mm-hmm. Maar ik zelf moest ook gewoon... Gaan beseffen wat er allemaal is. Ja. En toen ben ik toch gewoon gaan doen wat ik moest doen. Ja? Ja, en ik heb geen spijt van die tijd, echt niet. Je hebt er sowieso van geleerd. Ja, maar het heeft ook geholpen. Ja. Het heeft ook geholpen qua financiën dus. Ja, oké. Ja. Maar je hebt ook weer, naast dit alles, was je ook gewoon een sportliefhebber. Ja, altijd gesport. Zeker, man. Van karate tot voetbal. Maar hoe ben je in contact gekomen met karate dan? Buurman van mij, mm-hmm. Nicolai. Ja. En zijn moeder Kitty en zijn vader Henk. Ja. Die zaten bij mij op de basisschool Monsje Becker. Mm-hmm. En hij zat op karate en ik vond het gewoon geweldig, je weet toch, om ook zo'n pak. Maar toen was ik echt jong, hè. Maar ik vond het gewoon geweldig, want ik deed ook voetballen toen, je weet toch. En ja, ik dacht voor het karate, ja, het is gewoon vechten, je weet toch. Ik denk ook agressie eruit halen of wat dan ook. Ik zag het gewoon van...
ik moet de sterkste worden, je weet toch? Ik moet mezelf kunnen beschermen en ik ga dat doen. Dus ik heb dat, dat heb ik wel even heel, heb ik een tijd gedaan, je weet toch? Ja. Maar voetballen was gewoon... liefde. Het was liefde, maar voetballen is gekke werk, man. En dat... vanaf wanneer ben je overgestapt op voetbal? Ik deed het een tijdje tegelijk, maar toen... ik kon geen keuze maken toen, omdat af en toe was het karate was hetzelfde tijdstip als voetballen, vooral die woensdagen. Ja, die woensdagen. Je weet, die woensdagen, dat zijn meestal die sportdagen. Ja, is dan, ja. Dus dan deed ik het wel weer niet en dan wel die deed ik dan en toen deed ik dan weer dat en dan weer dat. Dus uiteindelijk dacht ik, ja, nee, maar mijn familie is op voetbal, mijn broer is op voetbal. Ja. Ik ga gewoon voetbal houden. En shout dan naar je broer, man. Ja, man, love. En toen zijn we gaan ballen, man. Maar kwam het een keer voordat je gescout was? Ja. Door Utrecht? Door Utrecht, klopt. Maar het is er niet van gekomen? Nee. Omdat, nu je het zegt, mijn moeder had me ook naar Suriname toegestuurd voor vakantie. Ja. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Volgens mij, of ik kwam te laat terug. Mm-hmm. En de trainingen waren al begonnen, maar we hadden gewoon niks door. Dat is het, omdat er was geen begeleiding. Kijk, mijn broer was volop op voetbal. Ja. Maar ik denk dat ze dat hebben gemist, want mijn broer woonde toen ook niet bij ons. Ik denk dat we dat hebben gemist qua tijden en zo. En dat is wel een kans in mijn leven gehad. Want toen ik terugkwam uit Suriname, toen besefte ik van, hé, wacht even, ik ben weggestuurd, man. Je weet toch, ik moest beginnen. Maar je bent nooit komen opdagen? Ik ben nooit komen opdagen, man. En, en ik was gewoon door daarvoor wel. Dus ja, ik had niet verwacht dat het zo zou gaan dat ik door zou komen, man. Ja. Dus dat is weer dan zo'n gemiste kans, begrijp je? Want ja, Utrecht, ik voetbal al zo lang, je weet toch. En dan komt er een profclub. Ja. En dan mis ik die kans. En ja, eigenlijk wat een jongensdroom is. Ja, die mis ik omdat ik in Suriname ben, je weet toch? Ja. Dus af en toe komt dat nog in me over, zoals nu, dat je me eraan herinnert eigenlijk. Ik heb daar zo lang niet aan gedacht. Mm-hmm. Ja, dat zijn gemiste kansen, man. Ja, van dat soort dingen ga je sowieso leren, man. Wie draait Maar het zat wel echt diep in mijn hoofd van, hé, wacht, nu laat ik voetbal helemaal met rust. En ik ga me op andere dingen focussen. En toen, dan komt die crime weer en zo. Dan komt die crime weer naar boven. Ja, omdat je eigenlijk uitlaatklep zocht. Ja, vooral dat toch. Want je moet nagaan, ik speelde bij Siburgia toen. Mm-hmm. En die hele team ging weg. Je weet toch, het hele team werd gescout. Ja. Dus ja, voor mij was het ook een kans. En toen begon ik op een gegeven moment begon ik brieven te schrijven. Ja. Naar clubs om te gaan trainen. En om stage te lopen. Maar alles ging left. Niks ging door, en ja, daar raakt die motivatie weg. Ja, het is eigenlijk zonde, man, om zo te zeggen. Ja, klopt. Want als je wil voetballen, iedereen wil prof worden. Hoe je draait of keert, elke jongen. Zeker. Iedereen wil voor hun moeder gaan zorgen, later osso kopen. Want iedereen weet hoe moeilijk sommige moeders het hebben, weet je. En Moetie had het ook een paar keer gewoon strak, echt gewoon moeite. Het licht ging een paar keer uit, toch? Ja, klopt. Wat deed dat met jou als kleine jongen, als je dat zag? Ja, voor mij was het gewoon, het was heel erg, begrijp je? Mm-hmm. Maar omdat ik vaak op straat was, speelde ik het weg, zeg maar. Ja. Voor mij was het gewoon wegspelen. Mm-hmm. Maar zodra het donker werd en ik was met mijn vrienden op straat aan het spelen. Bijvoorbeeld, we speelden Hibby. Mm-hmm. En dan kijk ik altijd even naar boven, toch? En dan zie ik van, iedereen zijn lichten zijn aan, maar die van ons is uit. En ja, je weet toch, ik ben echt een jongen van de buurt. Ik val op en iedereen wist waar ik woonde. Dus ik weet, ik moet weer naar huis en dan kom ik in die situatie terecht. Ja. Het was gewoon zwaar, je weet toch, en mijn moeder heeft echt gebikkeld, man. Het is, en kijk, meestal bij één keer denk je van, oké, we weten hoe we het nu moeten aanpakken, maar... Voor de volgende keer? Ja, maar de volgende keer ging het ook weer verkeerd en daarna ging het weer verkeerd, begrijp je? Mm-hmm. Dus voor mij was het, als jongboy was het wel... Mentaal? Ja. Een klap? Ja, ik ben steeds aan het bewegen gewoon en...
ik moet ook weer terug naar huis, begrijp je? En dan kom je weer in die situaties. Juist. Maar werd je ook gepest daardoor? Ik werd wel eens gepest. Nou, op een gegeven moment had ik ook een bijnaam. Gewoon, het begon op te vallen, toch? Ja. Gewoon van kaarsje brandt in de woonkamer. En ja, op een gegeven moment, dan ga je gewoon eerlijk zeggen van ja, maar we hebben geen stroom, man. En dan, ja, dan krijg je die naam Stromie, Stroompie, begrijp je? Echt? Ja, dus die naam kreeg ik gewoon, man. En ja, ik nam het ook gewoon aan, want het is de situatie. Ja. Dat is het, en ja. Maar je deed niet moeilijk of zo? Nee. Sommige mensen hadden gewoon batten gewoon om die naam. Nee, maar voor mij was het van, ja, dit maken wij mee in ons leven. Ja. Je weet toch, en ja, als het bij jou goed gaat, dan ben ik blij dat het bij jou goed gaat. Bij ons gaat het fucked up. Ja, ja, je kan niks doen, want als 14-jarige jongen kan je niet tegen een vriend zeggen van, of ook 14, van hey, ik heb even 2000 euro nodig, man. We zijn 14, man, wat gaan we elkaar, je weet ja, toch? Klopt, of we zijn 8, je weet toch, dat soort dingen. Het is echt op bepaalde leeftijden is het voorgekomen. Oké, maar dat heb je eigenlijk ook nu meegenomen, want je gaat met bepaalde situaties ga je ook anders om, omdat je zoiets hebt van, ik moet er even doorheen. Ja. En dan wanneer het weer stabiel is, dan pak je hem gewoon verder op. Ja, ik moet het wel oppakken, want anders ga je down gaan, begrijp je? En dat gebeurde bij mij af en toe. Ik ging keuzes maken om te zorgen dat het licht weer aanging. Vooral toen ik ietsjes ouder werd. Mm-hmm. Om die crime dingen te doen, je weet toch? Ja, je moeder in principe gewoon steunen. Ja, om mijn moeder te steunen, zeg maar. Ja. En dan... ja, en dan merk je heel gauw dat het verkeerd gaat, zeg maar. Mm-hmm. Omdat je wordt gepakt. Maar ik heb dan in mijn achterhoofd van, ik heb het geprobeerd, maar... het maakt de situatie erger, want... mijn moeder heeft daarna geen stroom, maar ze heeft nu ook nog een zoon die vastzit. Ja, is hem, ja. Dus het maakt de situatie erger. Maar er zijn ook situaties voorgekomen dat... we bepaalde boetes wel konden betalen, zeg maar. Je weet toch? Ja, ja. Om het minder te maken. Dus, ja... Maar hoe je draait of keert, je bent daaruit gekomen, je bent zo opgegroeid. Je moeder heeft in principe alles gedaan wat ze wilde doen, alleenstaande moeder. Ja, klopt. Maar je hebt nu je eigen Libi gewoon stabiel gezet. Ja, klopt. Uit die struggles ben je in principe gewoon groter geworden. Ja, dus ik ben... Je hebt nu meerdere bedrijven. Klopt. Goudje Get Pay. Ja. Media. Klopt. Die brillen. Ja. Die petten. Ja. Hey. Ik zeg, ik ja, vind dat man, gewoon sterk. Ja, we hebben nu, even kijken wat we in het assortiment hebben. We hebben in het assortiment t-shirts. Ja, we hebben brillen, horloges, Go-to Marbella horloges. Ja. Dus ja, we zijn nu gewoon echt een bedrijf. Gewoon. Het zijn twee bedrijven. Ja. En dat is weer dan waarvoor je hard hebt gewerkt. Dat is die geloof waar ik het in het begin ja, over met jou. Ja, wat je in het begin zei. Ja, ja, dat is het geloof gewoon van oké. Okay, het kan allemaal gebeuren. Ja. En het gebeurt gewoon. Je weet toch. Dus die bekendheid die ik nu met me mee heb. Ja. Ja. Dat was waarschijnlijk wat ik nodig had in mijn leven. In mijn leven dan. Hè. Mm-hmm. Want het hoeft niet zo te zijn dat zodra je bekend bent. Dat het maar gewoon lafie. Dat je gewoon kan leven. Gewoon. Dat is het niet. Want ook bekend zijn heeft een nadeel. Begrijp je? Klopt. Maar voor mij werd het een... een stabiliteit. Je weet toch, het heeft uitbetaald, laten we het zo zeggen. Ja. Voor nu. Je weet toch, en hopen dat het lang door blijft gaan. Sowieso, ik hoop het ook voor je, man. Ja. Want die dingen zien er gewoon sterk uit. Eerlijk is eerlijk. Ja, het is gekke werk. Ze gaan echt left allemaal met die filmpjes, man. Dus je moet nagaan, als ik het terug zie, of mensen groeten me op straat, en ze gooien die sign van, die goudje Get Paid, doe die dingen niet, man. Nee, je weet toch, het is... Gek, vooral die 6 invaliden in de metro, je weet toch, dat is, ja, dat is gewoon, dat, die was next level, man. Ja, maar ook, ik heb ook, volgens mij is het een maandje, had ik een filmpje gezet, die heeft dan Worldstar Hip-Hop bereikt, begrijp je? Dus, ja. En ja, dat is gewoon gekke werk, man, dus het gaat hard eigenlijk. Oké, ik heb een paar foto's voor je. Foto's? Ja. Als je me kan vertellen wat die foto's voor jou betekenen. Oké, wacht, dan moet ik even mijn ogen wachten. Over foto's. Ja, ik heb quasi groot is. Ik heb één foto. Ja? Deze. Ja, dat is mijn zoontje, man. Josiah. Ik werd jong vader. Mm-hmm. Hoe oud was je hier?
Was 20, man. Laat me zien. Hij is 11. Nee, ik was 19. Mm-hmm. 19, hij was 11, ja. 19 was ik. 11. Nee, ik was 20. Ja, 19, 20. Toen ik hoorde dat ze zwanger was, mm-hmm. werd ik 20, ja. Ja, mooi boy, man. Ja, Jesaja, ja, ja. Zo. Dit is die originele. Ja, dit is die originele. Dit is niet geprint, maar dit is die originele. Wauw. Maar als je zo naar die foto kijkt, maar ik zie hier echt gewoon een liefdevolle vader gewoon. Die echt om zijn kind geeft gewoon, letterlijk en figuurlijk gewoon van, ai, dit is mijn creatie gewoon. Dat zie ik uit deze foto. Dit is gewoon die originele, man. Ja, ja man. Man, dit is zo. Ja. Gek. Ja, dit kwam er ook bij. Dit is zo. Ik heb deze foto zo lang niet gezien, hè. Dit is Waarom zeg ik, shout-out naar Moetie, man. Ja, dit is dit is mijn eerste, man. Ja, man. Hoeveel kids heb je? Vier. Vier? Ja, man. Ja, dit is mijn oudste, man. Hij kent Moetie wel. Ja, man. Deze kent Moetie wel. Dus ja. Heb je goed gedaan, G? Ja, ja. Voor nu vind ik dat het goed is, maar het was anders. Het was anders? Het was anders. Hoe bedoel je anders? Jesaja die kwam gewoon... die kwam gewoon... En kijk, ook dat was het. Hè. Vroeger zeiden die boys in de buurt altijd... Weet je als eerste vader wordt? Gio wordt als eerste vader, je weet toch? En dat gebeurde ook gewoon echt letterlijk, je weet toch? Want die boys wisten gewoon van... Ja, begrijp je? Mad man, je weet ja. toch? Die is dat die... Dus, en het is ook gewoon echt zo gegaan, man. Ja. Ja. Goeie, man. Ja, dus gek. Ja, man. Sharon en Jesaja ook, man. Ik heb een tweede foto voor je. Even kijken. Nou. Deze. Fini dun! Wauw! Botjes. Ja. Ook origineel. Ja man, dit is... Hier was je wel skinny. Ja. En nu ben je Icombradi, ja, de breed geworden. Ja man, ik ben nu wel... Ja man, dit was zo... Ja. Hier was ik gewoon... Goudje de drugsdealer man. Dit was drugsdealer tijd man. Mm. Ja man. Je was een run. Met bier in handen in de middag, allemaal gekke dingen, man. Wat is dat allemaal, jongen? Dat is zo... Die foto geeft eigenlijk aan van... Ja, maar ik heb scheid, man, of het nou overdag is. Ik loop met bier op straat, man. Mm-hmm. Niemand kan me wat maken, je weet ja. toch? Hand bij Tolly en dat soort dingen. Ja, man, je weet toch, laten zien van... Hoe oud was je hier zo? Kan je dat niet... Ik denk toch wel 25, man, 24. En die tatoeages, ja, maar mijn nek was al vol toen. Mm-hmm. Ja, dat heb ik ook al een jaar of 5, 6, man. Dus ja, ik was toch wel 25, 26, man. Mm. Laat me kijken, misschien zelfs 27, man. Okay. 27, ja, man. Want ik ben net 3 jaar bekend. Mm-hmm. Dus en ik ben 29. Ja, ik was 27 hier of zoiets, man. Oké. Okay. Foto nummer 3. Deze. Oh shit. Ja man. Latino of niet? Nee, deze was een van mijn eerste fotoshoots man. Voor een castingbureau. Oké. Okay. Of tenminste, dit stuurden we door naar een castingbureau. Dit waren echt die moves die ik ging maken, zeg maar. Mm-hmm. Om bij castingbureaus te komen. Je weet toch, als ze sturen van ja, stuur foto's van je recente foto's. Juist, ja. Dus dit gingen we sturen. Ja, maar het is ook gewoon een boevenkop, man. Toen was het gewoon pas beseffen van... Weet, ik kijk ook zonder emotie gewoon van... Hé, misschien die foto en we sturen het, je weet toch? Ja, ja. Maar dit zegt ook gewoon meer een uitdrukking ook gewoon op je gezicht. Hoe je zo kijkt gewoon. Ja, ik... Het heeft toch een verhaal. Ja, ik denk aan mijn ogen te zien hoe ik dit zo zie. Je weet toch, er komt geen glimlach van af, man. Nee, man. Het is gewoon straight. Het is gewoon straight, man. En...
Ja, kijk, zie je, dus ik zie bepaalde, dus die tatoeages, die geven mijn tijdlijn aan, zeg maar, ja, in mijn leven, je weet toch? Mijn tijdlijn, en ik zie gelijk waar er dingen ontbreken en zo. Dus ja, dit was echt het begin, maar dit was die besef daarna. Hier was ik wel echt al met het plannen van, we gaan video's maken, maar eerst moet de castingbureaus ons zien, man. Je was bezig. Ik heb nog één laatste foto voor je. Is deze. Ik denk dat deze wel meer... Zeg maar. Als je hier naar kijkt gewoon... Wat zegt het precies, als je er zo naar kijkt? Ja, ik weet niet, man. Ik zie je moeder sowieso. Moetie, shout-out naar Moetie, man. Echt. Altijd tabak in de hand hebben, deze vrouw is waar. Moet je sterk, man. En mijn vader. Ja, man. Hij is Duits. Hij is Duits, ja. Dus je bent half Duits, half Zuid. Ja. Ik zou zeggen van, je bent gewoon een ready man gewoon. Ja. Maar ik zou niet zeggen Duits. Nee. Maar ja, ook Duits is wel op Surinamers, man. Ja, toch? Ai, ai, ai. Je moet je nagaan, dat is een Duitse, echt een witte man. Hè. Die denkt, nou man, deze donkere vrouw naar mij. Je weet toch, dit is van mij, man. Ja. Maar, ja, man. Ja, ik lach, maar. Ja, dat is deze man. Is je papi? Ja, ik weet niet, man. Deze man, papi, ik weet niet, man. Ik weet niet of hij... Ja, kijk, ik word ook minder dag ouder, hè. Ja, je hebt zelf ook kid. Ja, toch. En ik heb, iedere dag heb ik mijn gedachten ook. Je weet toch, niet over hem, hè, maar als vader zijnde. En of je me deze vraag nou deze datum in 2019 zou vragen of 2018. Ja. Is, we zijn in een andere situatie dan. En ik denk gewoon midden dag meer... ga ik het vergeten. Je weet toch, in het begin deze foto is ook, deze foto heeft me heel veel jaren wat gedaan, zeg maar, een foto die, maar nu, in deze fase waar ik nu ben, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, man, ik vergeet die man gewoon. Maar nooit in je leven geweest? Nee, nooit. Maar nu dat je zelf kids hebt, zou je het anders dan hem doen? Ik doe het dan anders dan hem. Ja. Ik doe het dan anders dan hem. Dus ik ben veel meer man dan hem. Ja. Ik ben veel meer man dan hem. Maar zou je hem nog willen leren kennen of zien? En spreken, vragen hoe... Fucker. Jawel, dat wel, maar... kijk, weet je wat het is? In de loop der tijd, je gaat jezelf ook trainen, je weet toch? Ja. En ik denk dat hij ergens ook een reden had, man. Ik weet niet of ik dat wel mag zeggen, man. Maar hij heeft waarschijnlijk een reden gehad. Je weet toch? Hij heeft een reden gehad. Kijk, ook zijn reden zou ik moeten respecteren, je weet toch? Ja. Het zou niet normaal zijn om dat te zeggen, maar hij heeft iets in zijn hoofd gehad. Dat hij dacht van, bijvoorbeeld kijk, die foto laat ook zoveel zien, hè. Kijk, want omdat ik nu ook films maak en dat soort dingen. Ja. Ik ben bezig met alleen maar personages, je weet toch, bro? Ja. En kijk, dat mijn moeder zit op zijn schoot. Is normaal dat ze zeg maar naar beneden kijkt. Ja. Maar voor wat heeft hij zijn ogen dicht? Is een soort van, ik hou van je en ik... Of is het meer van, dan ik wil niet... Dat ze mijn ogen zien hoe ik naar je kijk.
Want die foto die je me net liet zien, zeg je van, kijk wat je ogen uitspreken. Ja, klopt. En hij heeft zijn ogen dicht. Ja. Dus beschermt hij zich zichzelf in deze situatie? Of is hij al bezig met iets dat hij denkt van, mijn ogen mogen niet herinnerd worden aan, je weet toch? Ja. Maar, ik moet wel zeggen, iedereen die ik heb gesproken over hoe jij bent als persoon, is dat jij altijd voor je kids aanwezig wil zijn. Ja. Jij doet letterlijk alles om tijd door te maken, ondanks het drukke schema. Je doet altijd iets om bij je kids te zijn. Ja. Dus op dit gebied zou ik persoonlijk zelf zeggen dat jij dan veel verder bent dan hem. Als persoon en als vader zijnde. Ja, zeker weten. Want kijk, ook in mijn, drukke schema. Ja. Kijk, in mijn entertainment business. Ja. Je hebt maar een paar kansen. Klopt. Als bijvoorbeeld mijn kinderen zeggen, hé papa, het is zaterdag, we gaan naar Walibi, 29 graden. Mm-hmm. Dan zeg ik sowieso ja. 100%. Begrijp je? Ja. Maar ik kan mij dan zo erg vergissen 3 dagen daarna dat ik een afspraak ook heb op die zaterdag. Mm-hmm. En dat is maar een afspraak die je misschien niet kan verzetten op dat moment. Kijk bijvoorbeeld, laat me snel doorheen gaan met qua voorbeeld. Jij checkt me, jij zegt van, hey, oké, nog span vrijdag 3 uur, ik ben er, dit, dat. Ja. Maar het zou niet door kunnen gaan omdat ik me heb vergist met mijn kinderen. Dan zou ik jou gewoon flexie kunnen checken van, hey bro, wat is gaande? Je weet toch, ja. Ik heb me vergist in de tijd, man. Waarschijnlijk heb je mensen afgesproken en zo. Maar ik ben gewoon helemaal vaaier gegaan, begrijp je? Dan zou je tegen me zeggen, nou span, ik moet mijn mensen afbellen en dan checken we voor de volgende keer. Ja. Begrijp je? Maar ik ben ook bij bedrijven geweest die zeggen van nee, maar bedankt, maar de volgende keer hoeft niet meer. Ja, ja. En dat is dan die kans die je mist. Die want, je misloopt, ja. Ja, want die Walibi kan ik ook zetten naar de volgende keer, begrijp je? Ja. Dus dan denk ik niet eens meer aan die Walibi, dan denk ik aan die teleurstelling van mijn kinderen. Juist. Begrijp je? Want hun nemen het gewoon zwaar op zich. Hey. En dat is waar ik af en toe struikel, je weet toch? Mm-hmm. Maar ten alle tijde hebben hun voorrang op alles, man. En in mijn drukke schema moeten hun ook gewoon passen. En die babymama's begrijpen het ook, je weet toch? Ja. Dus, die staan er ook open in. Ja. Ja, maar voor hun is het ook een soort van, jij was nooit bekend. Opeens ben jij bekend, je weet toch? Nu ga jij opeens hier alles veranderen. Nooit was jij bekend, je weet toch? En voor hun is het ook van, oké, maar nu moeten we even aan de tafel, want volgens dan dit gebeurt nu. Ja, klopt. Nu beseffen ze zelf ook van, weer van. Je hebt toch van, timer, waar hun zijn, ik zie hem weer. En ja, ook hun hebben gewoon van, oké, nou spang, het is nu wel echt duidelijk. Ja. Maar toen ik tegen hun zei van, ja, maar weet je wat gaat gebeuren? Wat nu weer dan? Ik word bekend. Pff, jij wordt bekend, je weet toch? En dan, ja, dat is gewoon ook voorgekomen, je weet toch, maar we staan nu gewoon ook volledig erachter en ik maak er geen misbruik van, ik moet wat doen, dus ik kom niet, of ik moet, nee, je weet toch, ja. Het is duidelijk van het moet passen. Ja. Is dat er, man? Okay. Dus uiteindelijk, ik ben sowieso meer man als mijn vader. Mm-hmm. En ik heb alles gewoon zelf geleerd, hè, je weet toch. Ja. Kijk, ik moet wel zeggen, van, ik heb wel mijn paps in mijn leven. Mm-hmm. Die man heeft me in principe gewoon geleerd wat hard werken is. Dat moet ik gewoon eerlijk toegeven. Ja. Van moeder heb ik andere kwaliteiten gekregen. Maar ik merk wel, als er een vader in het leven, in het spel zit, ik vind dat er meer structuur bij komt kijken. Ja. Meer leadership, meer guidelines om te zeggen van je kan het beter zo doen of zo doen. Weet je, dus dat vind ik wel, dus het heeft zijn pluspunten, man. Ja, zeker weten. En ik denk dat ik op bepaalde plekken hem daar ook heb gemist, waar ik hem echt nodig heb. Natuurlijk met heel veel situaties als boys jarig zijn en ze geven een visa en die vader komt met busje huren, je weet toch, en dingen worden georganiseerd, want meestal zijn er die vaders die dingen laten goed lopen en begrijp je, dus ja, op bepaalde punten heb ik hem wel gemist hoor, dat ik denk van je weet toch. Heb je die gesprekken met je moeder gehad? Het heeft wel heel lang, eigenlijk niet echt man, het heeft heel lang geduurd man. Voordat je die gesprekken voerde met je moeder?
Ja, je weet toch, het heeft echt, toen was ik al ook in de 20, 25, toen was ik ook al in de 20 gewoon, je weet toch. Mm-hmm. Ik ging mijn moeder echt nooit lastigvallen, want die situatie was voor mij al bekend gewoon, van hé, zo is het gewoon en zo gaat het blijven. Ja. En ja, ik heb een keer contact wel met hem gehad, mm-hmm. Toen was ik echt ver aan het zoeken, ver moest ik zoeken. Ja. En ik heb hem gewoon gevonden. Hij zit nu in Peru. Oké. Okay. En ja, hij doet gewoon zijn ding. En ja. Hij was super kort af tegen me. En, maar hij wist wel wie je was. Hij wist precies wie ik was. En hij zegt gewoon tegen mij, ja, wat zei hij nou precies, dan moet ik eerlijk zijn. Hij zei, er worden zoveel kinderen in de wereld geboren en waar die vader er niet zijn en ik ben er ook niet. Zo zei hij het. En dan, ja. Ik kijk gewoon naar die telefoon en ik heb eigenlijk van, ik wil je doodmaken, man. Je weet het toch? Ja. Ik wil je doodmaken. Dus dat is gewoon letterlijk wat hij zei. Er worden zoveel kinderen in de wereld geboren en hun vader is er ook niet, dus... Ja. Ja. En je weet toch? En dan alsnog zeg ik tegen hem van, hij zal zijn redenen wel hebben, je weet ja, toch? Klopt. Dus ik zou hem sowieso met hem praten, maar het zou maar eenmalig zijn. En dingen die ik zou vergeten, mm-hmm. Die zou ik dan met me meenemen, je weet toch? Maar... Nee. Ja, op het moment dat hij dat tegen mij zei, je moet nagaan, ik was al 2 weken, eigenlijk had ik hem snel gevonden. Ik was 2 weken was ik ermee bezig. Mm-hmm. En ik kreeg gewoon nummers en ik kwam gewoon uit Peru. Gewoon. Ik ben nog beter als die man van Spoorloos, je weet toch? Ik ben nog beter als hem, je weet toch? Ik nog beter dan hem, 2 weken. Heel Peru, ik vind hem gewoon. Heel Peru. En Peru is niet klein, maar het is ook niet groot. Nee, begrijp je, maar ik spreek die taal ook niet. Niks. Ja. Ik heb kan die man gewoon vinden. Ik kan hem gewoon vinden. En ja. En toen hij dat zei, dacht ik van mij, oké, het is duidelijk, je weet toch. Maar toen was het voor mij echt schakelen gewoon, man. Ja. Dus schakelen, het ging even branden. Mm-hmm. En ik begreep het niet, waarom niet. Maar je hebt het gewoon een plekje gegeven. Ja, man. En... We lachen gewoon, je weet toch, we staan op zonder die man, ik heb alles zelf geleerd, man, je weet toch. Ja. Maar kijk wat je nu hebt. Ja, nu hoor. Je hebt iets stabiels neergezet, man, en je probeert het zelf gewoon, ondanks die drukke schema, gewoon voor je kids te zijn. Ja, zeker. Dus, ondanks wat. Maar ja, het is wat het is, man. Het is leren en doorgaan, man. Ja, ik kan niks aan de situatie veranderen, je weet toch. Dat kan sowieso niet. Nee. Dat kan sowieso niet. Dus, want als ik terug de tijd in zou gaan, zou ik niet terug naar dat stukje willen gaan, je weet toch? Nee. Nee, ik zou echt niet naar dat, ik zou dat niet kiezen. Van oké, okay, je mag nu, je krijgt 1 kans om terug te gaan in de tijd. Mm-hmm. En dan, wat zou jij doen dan, als je terug zou kunnen gaan? Ik weet wel wat ik zou doen. Oké, okay, wacht, ik geef antwoord en daarna ga ik het aan jou vragen dan. Ah, ja. Oké. Okay. Ik denk dat het voor mij belangrijk is geweest, dus ik leg het even uit die punten dan, van dat ik die dingen heb gezien wel. Mm-hmm. Hoe het is als je geen stroom hebt en dit en vastzitten en dat. Dat zou ik willen meemaken gewoon, want dat weet ik hoe het is. Ja, een normaal leven. Nee, ik zou dat wel meenemen gewoon. Dus mm-hmm. Ik zou het niet zo ver terug in de tijd gaan van oké, okay, bij 8 jaar of zo. Ik wil wel al die dingen dus vastzitten moeten in mijn leven dan geweest. Ik denk gewoon... Terug naar mijn 18e. Gewoon vanaf 18. Mm-hmm. En dat stukje gewoon... Oké, ik ben nu 18. Welke keuzes gaan we maken? Je weet toch? Ja. Dat stukje. En ik denk dat ik terug zou gaan naar mijn 18e. En dan weet ik precies hoe ik dingen zou aanpakken. Je weet toch? Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Mm-hmm. Maar gewoon... Ik was wel al op de hoogte van wat er om me heen gebeurde. Ja, die veranderingen, noem maar. Ja. Okay. En jij dan? Ik zou hem terugnemen tot, ik denk ook, toen ik naar Nederland kwam, man. Want hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Ik was 15. Mijn ouders zijn van Nederlands naar Tillen naar hier verhuisd. Mm. Ik was 15 en 3 weken later werd ik 16. Ik denk, vanaf dat moment zou ik terug willen gaan. Maar wel gewoon, ja, dat was het moment dat ik pas in Nederland kwam en de grote wereld leerde kennen. Ja. Want als je op Bonaire bent, het is klein, iedereen kent elkaar. Als je vecht, iedereen kent elkaar, je mat met elkaar, pap, is klaar.
Volgende dag ga je gewoon weer naar school. Niks aan de hand. Maar als je hier mat, is gelijk een gekke ruzie dit daar. Ja, het blijft je volgen, jaren in, jaren uit. Ja, ja. En toen ik hier kwam, je leerde voetballen, je leerde boys kennen. Eerste plek waar ik kwam was Krajanes. Dus het was eigenlijk voor mij gelijk groot. Weet je, dus ik denk, en vooral leren voetballen. Voetballen, hè? Ja, man. Leren voetballen. Ik zeg eerlijk, weet ik 100% zeker. Maar ja, terug in de tijd gaan is... Ja, dat kan nooit, man. Dat is echt fucked up, man. Het is wat het is, man. Het is leren, niet opgeven, van je fouten leren doorgaan, man. Dat is het beste, man. Dat is echt het beste, gewoon. Maar G? Ja, bro. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ja, man. Ik ook, man. Ik ben echt verrast, man. Dit is, ik denk, waarschijnlijk wel mijn gekste interview, maar gewoon foto's worden getrokken en shit. Jezus. Ja, maar love, man. De gevoelige snaartjes. Ja, man. Voor nu is hij wel safe, man. Hij heeft die gauw aan. Wil je nog wat zeggen? Ik kan zwemmen, man. Ik ben aan het zweven, maar dit hier ga ik echt fire hebben, bro. Want nu ben ik gewoon in een... Ai. Nou, wat ik wil zeggen is van... bedankt dat ik er was, man. Interessant interview, man, met de massage erbij. Ja, man. Ja, maar ik heb toch wel wat te klagen, man. Man, je weet, mijn goud heeft altijd iets, man. Ik kreeg geen water. Begrijp je? Limonade is er niet, jezus. Dus ik moet even wat drinken, wel, hoor, zometeen. Het is geen stress, man. Okay, gaat sterk. Goed komen, man. Nee, gaat maar goed wat komen. Ik bedoel, man, sterk, man, wat je doet, man. En ik ben blij dat ik echt hier ben geweest, man. Interessant, man. Deze blijft me voor altijd bij, man. En ik ben trots ook op jou, man, bro, man. Het is gekke werk, hè, broer, want jij kent mijn broer ook, begrijp je? Ja, dus, ja. En dat ik je zei van, hé, mijn broer is Wendel, je weet niet. Jij dacht van, hé. Ja. Dus het was voor mij, want toen ik je zag, dacht ik van, hé, jij komt op bekend voor. Maar zag je niet hoe snel ik het ook had? Ja, je had een vrij snel. Ik kon het niet plaatsen. Weet je, daarom zei ik van, als ik terug zou gaan, in de tijd, dan zou die tijd zijn van 15 jaar. Want die tijd bij voetbal was je broer. Ja. Die man heeft me leren voetballen. Hij heeft me in principe Nederlands tactiek geleerd, hoe ik moest voetballen, noem maar op. En die periode heb ik zoveel geleerd dat ik zoiets had van, no. Als je wil groeien, als je succesvol wil zijn, dan begint het hier. En dat heb ik meegekregen van je broeder. Ja, want je was pas een jaartje hier toen. Juist. Ja, hè? En daarom zei ik van, als ik terug zou willen gaan, dan zou die tijd zijn gewoon. En niks anders. Geen enkele andere tijd gewoon. Dus daarom, toen ik net je broeder sprak, ik zei gelijk tegen hem van, G, echt love gewoon. Ja, man. Voor wat je me meegegeven, alles. Sommige mensen kan je niet vergeten, toch? Hé, hey, man. Wat? Dit is lekker, man. Hey. Ja, man. Gaat goed komen, man. Ja, man. Shout-out naar jullie, man. Kom YouTube ook sowieso, toch? Ja, 100%. Like, abonneer en... Dat is die nieuwe melding. Is er een nieuwe interview van iemand online, man. Dat is cool, man. Jullie hebben het zelf gehoord. Goudje get paid on the table.